Ja, kijk, ik zou het enig vinden om te zien dat hij iemand heeft met wie hij gelukkig is en gelukkig wordt. Dat zou ik een geweldige geruststelling vinden. En ik zou het ook heerlijk vinden als er uit die relatie kinderen zouden voortkomen. Mijn reserve heeft alles te maken met... is dat dan iemand die zo aanvullend werkt dat wat Daan niet heeft of niet kan? Of waar die moeite mee heeft, dat dan wordt opgevangen door die partner? Ja, hij heeft het ideaal wel wat bijgesteld. In die zin is het wat realistischer geworden. Maar aan de andere kant, eerst was het, zal ik zeggen, het summum van dat waar ik voor leef, zal ik zeggen. En als dat niet er is, dan is mijn leven niet geslaagd. En in die zin zou je het bijstellen kunnen noemen, dat je ook wat meer kijkt van waardoor kan je leven nog meer geslaagd zijn. En dat hij dat ook een andere invulling kan gaan geven. Maar het speelt nog steeds een belangrijke rol en dat mag ook. Dan ga je er wel van bewust zijn dat je een stoornis hebt die ertoe kan leiden dat je dat in de mannelijke lijn doorgeeft en dat dat link kan zijn. Dan denk ik, ja... Het... Weet ik niet, Daan, heb jij de spijt van dat je er bent? Er zijn nog wel momenten waarop dat... Nou, ik weet niet of het per se meer in die lijn zit. Maar het lijkt me ook wel geweldig om... die confrontatie met mezelf aan te gaan, waar ik niet zeker van ben, hoe kan ik dat zijn, is wat richt ik aan als ik kinderen krijg? Is er ook risico, groot risico, klein risico, dat ik op een hele andere manier mijn autisme aan hen doorgeef en betaalt zich dat terug in moeilijk of nauwelijks opvoedbaar? Je net hoorde zeggen, had ik een beetje zoiets van, er zijn genoeg vrouwen die geen leuke man vinden en die wel graag een kind willen. Nou, Daniel is de ideale man. Het is gewoon een intelligente vader. Niet misschien in de traditionele vorm, maar nou, vrouwen genoeg met wie je een kind zou kunnen krijgen. Dat zou je denken, ja. Ja, dus misschien is dat de mogelijkheid, als je buiten dat plaatje omkomt, dat je dat per definitie maar dat is met toch lastig, moet doen. Ja, natuurlijk is het lastig. En ook voor kinderen. Doe ik hen nou meer aan dan dat ik hen heel veel te bieden en te geven heb als het eenmaal zover is. Want als je dan plotseling met elkaar zou moeten concluderen, nu zijn we met z'n allen in de aap gelogeerd, dan denk ik dat mijn vroeging, zoals ik mezelf tot nu toe als mens ken, niet te overzien is.